Goedenavond. Vandaag weer een nieuwe Dommeland Live. En waar hebben we het vanavond over? We praten over de Kinderboekenweek. Morgen start de Kinderboekenweek. Deze week van 1 tot en met 12 oktober. En dit jaar voor de 60ste keer. En geen Kinderboekenweek meer zonder Kinderboekenbal. Ook een heel bijzonder Kinderboekenbal dit jaar. Op 10 oktober, 10-10, voor de 10e keer. En dan hebben we landheer Frans van Boekel. We praten over landgoedvelden, wat nog steeds privébezit is. Hoe houden ze dat eigenlijk zo goed, ja, mooi, zodat mensen er kunnen genieten? Wat komt daar nog allemaal bij kijken? En dan Circo Circolo. Het slaat zijn tenten weer op landgoedvelden van 16 tot en met 26 oktober. En we praten daar met mensen die daar als vrijwilliger werken. Hoe bijzonder is het circus toch wel niet? En dan op 20 oktober, als het circus daar staat, geen circusactiviteiten, maar dan speelt Cirque du Concordia. Ook daar praten wij mee. Het is vandaag 30 september. Welkom bij Dommeland Live. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen. Voor wooncomfort moet u zijn op de Markt 29 in Boksel. Joosten Glas en Schilderwerken. Joosten kunt u vinden aan de Van Merheimstraat in Boksel. Kalman Media Producties en Koppenbouwgroep Liemde. Ja, en ze zijn allemaal toch wel een heel klein beetje zenuwachtig. Ik ga ze eerst even allemaal aan u voorstellen. Naast mij zit Maaike van Antwerpen. Goedenavond en welkom. Gijs Lagerwij. Dan hebben wij Eva van Bijl. Eva de Bijl. Heel goed dat je me gelijk corrigeert. Dan zijn jouw zenuwen gelijk weg. Pien van Zandbeek. En daarnaast Guylaine de Brouwer. Allemaal hartelijk welkom. En we gaan het met jullie hebben over de Kinderboekenweek. Is lezen voor jullie een feest? Want dat is het thema van de Kinderboekenweek. Wie wil daar wat over vertellen? Gijs, begin eens. Ik vind lezen altijd heel leuk, want ik krijg er altijd zeg maar mijn eigen beeld bij. En dan kan ik allemaal denken van hoe zou die er dan toch uitzien? En dan is het, ik ga meestal ook heel erg op in het avontuur. Dan soms bestaat de buitenwereld dan even niet meer. Dus als papa en mama jou roepen, dan is Gijs niet aanwezig? Soms niet, nee. Nee. Hey, en stel dat er dan een boek is waar ze een film van gemaakt hebben. Klopt dat dan met jouw fantasie? Soms wel, maar soms ook echt helemaal niet. Het is soms ook wel dat ik eerst een stukje van de film zie en daarna lees ik het boek. En dan heb ik wel in mijn hoofd zoals die personage op de trailer of zo. Oké. Okay. Ja. Pien, heb jij een lievelingsschrijver? Nou, ik heb niet echt een lievelingsschrijver, want ik vind de meeste boeken altijd wel heel erg leuk. Maar ik vind Carrie Slee vind ik wel echt een hele goede schrijver. Past ook helemaal bij jullie leeftijdscategorieën. Ja, en die schrijft ook heel veel boeken en zo, maar ik vind dat echt wel een hele goede schrijver. Maar ik heb er niet echt eentje die er bovenuit steekt. Nee. En Maaike, lees jij op de e-reader of op de iPad of pak je een boek? Nou, ik heb vroeger wel eens op de iPad van mijn moeder gelezen. En ik heb thuis ook een e-reader, daar lees ik soms ook nog op. En ik lees ook vaak in boeken. Maar wat vind je het fijnst? Ik denk toch in een boek. Ja? Dat vind ik echt het fijnst. Waarom? Nou, je hebt altijd iets vast. En dan kun je altijd, ik weet het eigenlijk niet. Je kunt altijd bladeren als je dat wil en... Als je even een plaatje in je hoofd wil hebben, dan kun je even verder bladeren. En ja, dat vind ik gewoon echt het fijnste aan een boek. Ja. Gijs zegt, die heeft een eigen fantasie bij een boek. Heb jij dat ook? Als er geen plaatjes in een boek staan, dan improviseer ik altijd de eigen plaatjes in mijn hoofd. Oké. Okay. Hey, en een van jullie zelf wel eens een keer een ambitie gehad om iets te gaan schrijven? Een kort verhaal of een boek? Of... Soms dan. Maar ben je er ooit wel eens mee begonnen? Ja, dan denk ik van op school hebben we dan verhaalopdrachten of zo bij portfolio taken, extra taken. En denk ik van, het lijkt mij nou eens een keertje leuk om bijvoorbeeld een eigen boek te schrijven. En dan
Dan begin ik eraan, maar helaas heb ik nooit genoeg tijd. Dus dan staan dan zo van die halve verhalen staan dan in mijn schrift. Het is ook best moeilijk, denk ik, hè? Ja, waar? Ja. Het is lastig om al die inspiratie overal vandaan te halen. Ja. Ja. Even, ben je lid van de bibliotheek? Ja. Eerst gingen we wel vaak naar de bieb, toen niet zo vaak meer. Maar nu gaan we wel ook meer naar de bieb. En ja, dat is ook wel heel leuk, want in de bibliotheek heb je heel veel verschillende soorten boeken. Dan heb je allemaal verschillende keuzes en dat is ook wel fijn. Want bij je thuis heb je bijvoorbeeld maar een bepaalde paar boeken. En als daar, bij de bieb heb je ook wel die er hele leuke bij zitten of zo, bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar als je naar de bibliotheek gaat, heb je dan niet soms het gevoel, ik heb daar zelf wel eens, dan vind ik een boek zo mooi. En dan wil ik dat gewoon heel graag hebben. En dan wil ik eigenlijk het liefst, als ik het uit heb, wil ik het daarna nog een keer lezen. Is dat voor jullie herkenbaar? Ik heb thuis een boek van Heidi, dat is een strip. En die heb ik 1 keer gelezen en toen vond ik hem elke keer zo leuk. Dus heb ik hem nu nog steeds, ben ik hem nog steeds aan het lezen. Ja. En ik vind het echt nog steeds een heel leuk boek. Geweldig. Hoe staat het met jou, Guilaine? Want ik heb het hier zo met de dames uit de... Ja, het is denk ik bijna allemaal groep 8 hier, hè? Dames en heren. Ja. Ja. En hoe is het met jou met lezen? Ja, ik lees veel. Ik lees heel veel omdat ik natuurlijk voor mijn werk veel lees. Hè? En ik heb een rare handicap. Ik lees altijd boeken tegelijk. Dus er ligt een boek op mijn nachtkastje en daar lees ik voordat ik ga slapen. Maar in de huiskamer ligt weer een ander boek en... Ja, dat vind ik eigenlijk wel lekker. Dan zijn er een aantal verschillende verhaallijnen en dat bevalt me wel goed. En daarnaast lees ik natuurlijk voor mijn werk heel veel... Goed, dus vaak verplichte kost. Ja, maar wel interessant. Dus dat doe ik ook wel met plezier, moet ik zeggen. Ja. Ja. Hey, kinderboekenweek. Morgen begint het. Hoe gaan ze daar op school mee om? Hebben ze jullie er al iets van verteld? Ja, bij ons, wij hebben zeg maar bij school dan... Dan zijn er 3 kinderen uit elke bovenbouwklas en dan gaan ze voorlezen in onze klas en dan op een gegeven moment dan kiezen we eentje uit die het beste kon voorlezen en dan gaan ze met z'n allemaal naar de aula en dan heb je 1 van elke klas en dan gaan ze daarvoor lezen en dan beslist een van de juffen het dan wie dan het beste heeft voorgelezen. Die gaat dan uiteindelijk naar de bibliotheek en zo. Echt een voorleeskampioen hebben jullie op school. Welke school is dat, Pien, waar jij zit? Molenwijk, hè? Ja. En Gijs en Eva, jullie zitten op de Spelenlier. En Mike op de Hobbedonk, hè? Ja. Dus we zijn eigenlijk wel heel goed vanuit Boksel vertegenwoordigd hier op de bank. Heel mooi. Ja. Wij hebben de schrijver die de Kinderboekenweek officieel gaat openen. Hebben wij het filmpje van gekregen. Dus we mogen eigenlijk nu al een kleine preview laten zien van de opening van morgen. Laten we daar even naar gaan kijken. Het is Kinderboekenweek. Het thema is feest, dus laten we er een groot boekenfeest van maken. Ik hoop dat jullie heel veel boeken gaan lezen deze week. Ik hoop dat de meester of de juf jullie heel veel gaat voorlezen. Dus weg met die sommen, lekker boeken lezen. Het is tenslotte Kinderboekenweek. Ik hoop ook dat jullie naar de boekwinkel gaan en een mooi boek gaan kopen. Want ik vind dat ieder kind een boek zou moeten krijgen tijdens de Kinderboekenweek. Dus ga dan gewoon naar je moeder en zeg, mam, ik moet een kinderboek. En dan vraag je moeder, waarom dan? Dan zeg je, het is Kinderboekenweek. En dan zeg je moeder, natuurlijk, Kinderboekenweek. Kom, we gaan meteen. Dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn, want alles draait deze week om kinderboeken. Wat gaan we doen? Ik heb voor jullie 8 korte filmpjes gemaakt. Voor iedere schooldag van de Kinderboekenweek 1. Dan kunnen jullie 's ochtends, voordat je gaat beginnen, een leuk filmpje kijken. En in die filmpjes daar geef ik antwoord op allemaal vragen. Bijvoorbeeld, waar haal je ideeën vandaan? Wie is je favoriete schrijver? En een vraag die ik ook heel vaak krijg van kinderen is, heb je ook huisdieren? Die vraag ga ik allemaal beantwoorden, maar nu eerst gaan we de Kinderboekenweek openen. Ik heb speciaal een maf hoedje genomen. Het is natuurlijk verschrikkelijk, het ziet er niet uit, maar het moet voor het goede doel, een hoedje op. Oké, laten we de Kinderboekenweek officieel gaan openen. Jongens en meisjes, meesters en juffen, hierbij verklaar ik de Kinderboekenweek 2014 officieel voor geopend. Veel plezier en tot de volgende vraag.
Ja, zo gaat dat dus morgen in zijn werk bij jullie op school. Krijgen jullie hem nog een keer te zien. En hij gaat de hele periode dat de kinderboekenweek duurt, gaat hij iedere keer filmpjes laten zien. Denk je dat jullie op school daar in mee gaan kijken? Ik denk het wel. Ja. Ja. Hey, thema is feest. Ook omdat het natuurlijk voor de 60ste keer bestaat. Wat gaat er op school gebeuren om er een feestje van te maken? Bij ons, ja, daar is niet zo heel veel van verteld. Het is natuurlijk bij ons op school is dan het kinderboekenbal. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Oh. Ja. Bij jullie is een koppeling, toch? Op de Spelen hier is een koppeling met circus gemaakt, volgens mij. Dus, ja, dat was er al vanwege Circo Circulo, volgens mij. Ja, dat klopt. En nu is feest en circus een beetje aan elkaar geknoopt. Maar misschien weten ze nog niet alles. Maar morgen vroeg weet ik al een beetje van wat er met de opening gaat gebeuren. Okay. Kom maar op tijd op de speelplaats. Kijk, nog een tipje van de sluier. Het is toch wel een feestje dat jullie hier zitten vanavond. Ja. Ja. Hey, en is er ook een boek wat er centraal staat nu in de kinderboekenweek? Of mag je gewoon zelf lekker af en toe een stukje vrij lezen? Wij mogen zelf altijd gewoon vrij lezen. Als we bijvoorbeeld gaan technisch lezen, dan mogen we altijd gewoon een boek van onszelf pakken. Oké. Okay. Dat is natuurlijk wel superleuk op school. Ja. Ja. Hey, en er zijn natuurlijk ook mensen die niet kunnen lezen. We hadden het daar toen straks, toen we nog niet op tv waren, hadden we het daar al eventjes over. Kunnen jullie je nog voorstellen dat je niet kon lezen? Nee. Nee. Nee, hè? Ik weet zelfs eigenlijk helemaal niet meer hoe ik ben begonnen met lezen. Dat is al best wel lang geleden. Dus ik denk dat het wel gewoon goed is verlopen. Dat ik gewoon wel snel kon lezen. Dus. Ja. Maar het is toch wel bijzonder, hè? Want jij zei toen straks heel mooi, Gijs, van je ziet dan niet eens letters, maar je ziet alleen maar streepjes staan. Mm-hmm. En nu automatisch als jij ergens een woord ziet staan, dan wordt er hier ergens, ja, weet je precies wat er staat. Dat is toch wel heel belangrijk, hè, voor je opvoeding, voor je ontwikkeling. Mm-hmm. Als je straks verder wil gaan leren. Het hoort er bij ons bij. Hoe zit jij daarin, Guilaine? Ja, hoe zit ik daarin? Zeg maar, bij de brede scholen werken we rondom 3 ontwikkelingslijnen. Dus alles wat we doen heeft te maken met 1 van die ontwikkelingslijnen. En 1 daarvan is taalontwikkeling en leesbevordering. En we weten met z'n allen dat ze echt giga belangrijk is voor de ontwikkeling. Hè? Dus dat we daar ook echt hoog op inzetten. Er zijn niet alleen kinderen die kunnen lezen, maar ook veel volwassenen. Ja. Ja, dat is echt zo. Ja, dus dat is echt heel zorgelijk. Dus dit is een leuke activiteit, hè, die we doen. Maar daarnaast gebeuren er echt heel veel grondige dingen. Bijvoorbeeld op de brede school Seelische Wal. Dat is dan de Molenwegschool en de Amalia School. Daar is een boekensalon voor meisjes. Daar is een reportersclub voor jongens en meisjes. Dat zijn allemaal, zeg maar, leuke activiteiten. Maar daar zit wel degelijk iets onder. Hè? Dat je plezier in lezen en plezier in schrijven. Dat je dat aankweekt bij jonge kinderen. En we weten met z'n allen dat gewoon echt heel belangrijk is. Ja, ja. En dan, we hebben natuurlijk altijd maar nooit tijd genoeg. We gaan toch nog even van de kinderboekenweek over naar het kinderboekenbal. En jullie zitten allemaal in groep 8. De kinderen uit groep 7 en groep 8 mogen altijd naar het kinderboekenbal. Zijn jullie vorig jaar ook geweest? Ja. Want bij ons op school doen ze dat niet. Ik weet eigenlijk ook niet waarom, maar ik kende het eerst ook eigenlijk niet, dus, maar ik had het net gehoord dan van hun. En ja, wij doen het eigenlijk niet op school, dus ik weet eigenlijk ook niet zo goed hoe en wat. Nou, weet je, alle scholen maken natuurlijk keuzes, hè, want je kunt nooit aan alles meedoen. Hè. Dan komt er wel heel veel op je bordje op school. Dus er zijn op dit moment 7 scholen die meedoen met het kinderboekenbal. Dat zijn scholen in Boksel of doen Liemt en Lemmensheuvel daar ook mee? Lemmensheuvel doet mee, Liemt doet niet mee. Oké. En is daar een bewuste keuze van Liemt? Ik denk het wel. Weet je, jaarlijks nodig ik gewoon alle scholen uit van, goh, hè, wil je meedenken, wil je meedoen? Dan komen we bij elkaar. Is er een soort van brainstormvergadering rondom het thema. En dan is het aan scholen om inderdaad aan te geven, we willen dat wel of we willen dat niet. Ja. En dat, want brede scholen is een van de kartrekkers naast de bibliotheek dan. Van... En daarnaast is het zo dat inmiddels, dat is wel eigenlijk heel mooi, de basisscholen die meedoen, die hebben echt een onderdeel in het programma. Dus de allereerste keer, 10 jaar geleden, toen was het echt iets van op dat moment de jeugdspecialist van de bibliotheek, mm-hmm, en van ons.
En toen hebben wij het opgezet, bedacht, workshops, noem maar op. En wel mensen daarbij gezocht. Maar nu is het zo dat elke school echt zijn aandeel levert. Dus dat het voor ons ook gewoon ja, wat minder werk is. Dat is natuurlijk nog wel het nodige. Maar ja, dat is heel prettig. Ja. Dus het is nu echt een samenwerking. Dat is echt heel goed. Wat ik begrepen heb, was voorgaande jaren werd kinderboekenbal altijd in de bibliotheek gehouden. Behalve de eerste keer. De eerste keer was het in de Wilgenbroek. Ja, dit jaar is weer gekozen voor de Wilgenbroek. Ja, wat is de reden daarvoor? De reden is, het is feest. Hè? Het thema is feest. We pakken flink uit natuurlijk, want de 10e keer in Boksel, dat is natuurlijk toch wel bijzonder. En mijn collega's van de buurtsport zijn er intensief bij betrokken. En we hebben een aantal echte hele leuke sportactiviteiten rondom feest. In de Wilgenbroek zijn 2 gymzalen en 2 speelzalen. Dus dat is ja, voornamelijk een ruimtekeuze, zeg maar. Okay. In de bibliotheek een grote sportactiviteit is niet zo handig. Nee. Ik kan me nog herinneren, klaar voor de start. Het was vorig jaar fijn dat het mooi weer was. Ja, want we konden het op het plein. Op het plein daarvoor natuurlijk. Helemaal waar. Nou, en dat is wel goed om erbij te vertellen. Want alleen in de Biep kon het nooit. De Peterschool heeft ook altijd ruimte beschikbaar gesteld. Maar daar is geen gymzaal. Dus we denken nu dat we voor dit thema, dat het helemaal prima is om het in de Wilgenbroek te doen. En volgend jaar zien we weer. Ja. Ja, misschien zet het ook een trend dat het volgend jaar op een andere school kan zo, maar ik roep altijd, en dat vind ik ook echt, Brede School is geen gebouw. Brede School is samenwerking. En waar dat dan plaatsvindt, misschien willen jullie het wel hier. Lijkt mij ook te klein. Denk het ook. Maar hebben jullie er zin in? Hebben jullie al, want ik neem aan dat je kaartjes moet kopen voor het boekenbal, dat het echt heel officieel gaat. Want ik heb iets voorbij zien komen met heel grote letters feest erop. Mm-hmm. Dat zijn volgens mij de enveloppen. Hebben jullie ze al gekocht? Nee, nog geen kaartje. Nee. Als het goed is, zijn ze besteld. Nou, er zijn er 178 verkocht op dit moment. Maar morgen krijg ik van de 2 scholen, en dat is de Spelenlier en de Theresiaschool, nog de kinderen door die nog willen komen. Dus meestal komen we op zo'n rond de 200 kinderen uit. En ik denk dat het nu ook zeker zo is. Hey, en stel nou, hè, ik ga ervan uit, jullie zijn hartstikke bij de hand. Jullie zijn heel leergierig. Jullie weten heel veel. Jullie sluiten natuurlijk volgend jaar de basisschool af. En dan ga je naar een vervolgopleiding. Geen kinderboekenweek meer. Stopt het lezen dan? Nee. Dan moet je verplicht gaan lezen. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in andere talen. Hoe zie je daar tegenaan? Spannend? Of mij, zeg je van, mij oeps? Lijkt het. Sommige talen lijken mij wel een beetje moeilijk. Alleen ik denk dat als je een paar lessen hebt gevolgd bijvoorbeeld. En dan kan je het ook wel beter verstaan, beter spreken, beter lezen. En ik denk dat begin je eigenlijk weer een beetje opnieuw, hè? Ja, dan is het net alsof je weer moet leren lezen. Ja. En dan is het in andere talen. Ja. Ja. Gaat het bij jou hetzelfde, Pien, denk je? Ja, ik denk dat als je het dan een paar keer doet, dat het dan ook wel weer lukt. En ik denk dat ik me dan weer een beetje kleuter ga voelen als ik dan weer in het eerste zit. Maar denken jullie wel dat je het plezier in lezen blijft houden? Je gaat natuurlijk op een gegeven moment ook van boeken veranderen. Je pakt niet meer de kinderboeken, laten we het zo eventjes noemen, zoals de Heidi's. Dat blijft straks een mooie fantasie natuurlijk. En misschien pak je die nog een keertje. Maar dan ga je toch weer een keer andere boeken lezen. Toch? Ja. Heel misschien kan je dan nog wel een boekje pikken uit een van de boekenbomen. Bijvoorbeeld. Toch? Jazeker. Ja. Dat is waar. Ja. Hey, ik ga jullie ontzettend veel plezier wensen met de kinderboekenweek en met het kinderboekenbal. Ik ga jou veel succes wensen met de hele organisatie nog en alles wat daarbij komt kijken. Dat komt weer helemaal goed. En ik zou zeggen van, het is feest, het is partytime. En wij gaan nu eventjes kijken, we krijgen zo meteen een hele nieuwe tafel. We gaan kijken naar een stukje over Landgoed Velder. Dit is eigenlijk in 2011 al een keertje eerder, zijn deze opnames gemaakt. Wim Merks en Nel van Doren, die hebben toenertijd opnames gemaakt voor het boek Frilikhoven, vroeger en nu voor later. Daar hebben wij fragmenten uitgenomen en daarna praten we met nieuwe gasten aan tafel. Tot zo. Kom op Landgoed Velder. Landgoed Velder, een heel oud landgoed, reeds bekend sinds 1384, sinds 1851 bij de familie van Boekel in bezit.
Zoals u ziet, het is een vrijwel rond landgoed. Heel uniek, met een hele grote weerribben rondom gelegd, aangelegd voor het wild destijds. Velder is een heel belangrijk veld, landgoed, bosgebied geweest van de heren van Bokstel, van het kasteel Stapelen. Want jacht speelde voor de heren een heel belangrijke rol. Rond 1851, zoals ik zei, is het gekocht door de familie van Boekel. Toen ze het kochten, was het totaal kaal geslagen. De vorige families, die het dus na de heren van Bokstel van Stapelen hebben gekocht, hebben het 20 jaar in bezit gehad en hebben alle bomen, die stonden er heel veel, weggehaald. Dus gekapt, om dat ten gelde te maken. Goed, 1851 heeft mijn overgrootvader het gekocht en is dus begonnen met het planten. Zoals u ziet, het is een landgoed met een sterrenpatroon. Het is ook een monumentale historische buitenplaats met een van de grootste en best bewaarde sterrenbossen zelfs van Nederland. De lanen waren destijds dus kaal geslagen. Daar is de familie van Boekel dus mee begonnen om die te herplanten en die charme en de eigenschappen van dat sterrenbos weer terug te brengen. Het sterrenbos overigens is rond 1750 aangelegd, ook door de heren van Bokstel. Velder, dat vertelde ik daar straks al, kwam dus te koop rond 1850. Nadat het dus 20 jaar van twee families is geweest. En zoals ik al gezegd heb, die hadden dus alle bomen en alle begroeiing eraf gehaald. Je moet niet vergeten, in die tijd had hout, bomen, meer waarde als grond. Ja. Dus het meeste geld hadden ze eraf gehaald. Toen wou ze die grond dus weer verkopen. Het werd er dus per veiling aangeboden en mijn overgrootvader, die zag het wel zitten. Die lanen, die waren er al, hè? Die waren er al. En die zag het wel zitten. En als je zegt, fanatiek jager en zag wel een goed veld erin komen en zo. Nou, toen is hij dus naar de veiling gegaan. En toen moest het dus geboden worden. Maar hij was best slim. Hij is met een heel oud oude karretje met een hit, klein paardje ervoor, is hij naar de veiling gegaan. En hij zag er niet uit, ongeschoren. En toen moest het dus geboden worden. En hij stak zo zijn vinger op en de meeste dachten nog, ja, wat doet die dronken lap hier? Ja, ja. En ja, je hebt nou wel geboden, maar dat moet ook betaald worden. Nou, hij zegt, dat is goed. En hij legde dus de centjes meteen daar neer. En sinds 1851 dus is het zijn landgoed geworden. Maar toen heeft hij in twijfel gezeten, dat is ook wel een leuk verhaal. Waar ga ik naartoe? Hij woonde in een bos. En rund had hij al, dat had hij al gekocht in 1846, Velder 1851. En toen ging het erom, ja, waar gaan we nou naartoe? Rund, dat is ook een hele mooie plek. Maar zijn vrouw die zag niet goed. Toen zijn ze dus eerst naar Rump gaan kijken met zijn vrouw. En natuurlijk luisteren, ruiken. En een tijd daarna hier op Velder. En je moet het niet uitvlakken, dat was een gigantische onderneming. Die mensen moesten met koets, met paard en zo naar Rump. Toch 50 kilometer van hier enzovoorts. Nou, toen kwamen ze tot de conclusie. Zijn vrouw vond het hier veel lekkerder ruiken. Ja, ja. En vandaar dat hij heeft gezegd, dan gaan we hier op Velder wonen. En is dus begonnen met plannen maken om dit huis te bouwen. Ja. En dat is door zijn zoon is dat verder afgebouwd. Ja, want hij heeft het niet meer overleefd. Hij heeft niet meer meegemaakt om hier te mogen wonen. Dus, ja. We hebben allemaal nieuwe gasten aan tafel nu. Ik ga ze heel graag even aan u voorstellen. Links van mij, voor de kijker rechts. Frans van Boekel, landheer van Velder. Daarnaast zit Abi Jansjager. Naast Abi zit Christel van Lieshout. Beide dames die doen heel veel vrijwilligerswerk bij Circo Circulo. En dan gaan we naar de twee stoelen. Joyce Rombouts en Maarten Termeer. En jullie komen nog heel veel vertellen. Een onderdeel eigenlijk van Circo Circulo. Cirque du Concordia. Welkom allemaal. Ik begin heel graag met jou, Frans. Prachtige beelden van Landgoed Velder wat we gezien hebben. En nog steeds privébezit. Hoe is dat in deze tijd mogelijk? Ja, iets om trots op te zijn. Het gaat niet zomaar. Je moet een goede hechte familieband hebben. Je moet het met elkaar eens zijn om stappen te ondernemen. Vooral ook om het landgoed in stand te houden. Dat is het probleem tegenwoordig om inkomsten te verwerven. Ja. Om zo'n landgoed op zo'n goede manier en passend bij het landgoed
te kunnen creëren. Bijvoorbeeld een circus is natuurlijk fantastisch. Ik vang het signaal met de woorden uit de mond. Ja. En het heel belangrijk voor deze familie, deze generatie, is om het vooral goed door te kunnen geven naar de volgende generatie. Als je dat goed doet en het brengt een landgoed wat ook wat inkomsten brengt, dan is het ook voor de toekomst gewaarborgd. Ja. En jullie maken volgens mij ook heel bewust een keuze van welke activiteiten en evenementen er op het landgoed plaats mogen vinden. Absoluut. Dat doe je ook met de familie? Ja, natuurlijk. Dat wordt een goed overleg met de familie gedaan. Stel voor een motocross of zoiets dergelijks. Uit die boze zouden we niet willen. Het moet wel passen binnen het landgoed. Jazeker. Ja. Ja. Het circus binnenkort weer. Ben je zelf een circusfan? Dit circus wel. Ja, want het is nu voor de 6e keer, begreep ik, dat het circus op het landgoed staat? Nee, de 7e keer. De 7e keer, oké. Okay. Nee, sorry, de 5e. De 5e, oké. Het is er allemaal één naast. Het is de 5e, ja. Het is 2007, 2008, 2010, 12 en nu 14. Ja, okay. Ja. Ja, dus toch weer bijzonder. Voor het circus ook een stukje thuiskomen dan altijd weer, lijkt me. Ja, ik denk het wel, ja. Absoluut, ja. Ja. Ga je zelf ook kijken naar het circus? Ja, ik ben een aantal dagen naar mijn zoon naar Schotland, maar daarvoor en daarna ben ik op het circus. Ja. En je zegt landgoed nog steeds familiebezit. Wonen jullie ook zelf op het landgoed? Ja. Met hoeveel mensen? Want ik heb natuurlijk ook die filmpjes bekeken. En dan zie ik daar een toch redelijk gigantisch landhuis staan. Ja. Ik ga me toch niet vertellen dat jullie daar maar met z'n tweeën wonen? Nee, dat grote huis is al sinds, ik denk bijna 30 jaar, sinds mijn laatste tante overleden is het al wat verhuurd geweest. Staat nu trouwens te huur. Maar er zijn diverse panden meer waarin wij zelf wonen. Ja, ik heb dus twee broers en een zus en we wonen allemaal op het landgoed. En de overige huizen zijn dus verhuurd, ook weer om inkomen te verwerven om het landgoed overeind te houden. Ja, super. Eigenlijk wel heel mooi gedaan. Ik zag in het filmpje over Vrilkhoven dat er gejaagd werd in die tijd. Absoluut. Is dat nu nog steeds zo? Ja, maar niet zoals toen. Het is veel minder. En je moet niet vergeten, veel landgoederen, dat zeg ik wel eens, dank het bestaan door de jacht. In die tijd was jacht was de motor om een landgoed te behouden. Hè? Dat was belangrijk, daar werd een paar keer per jaar gejaagd. Oude tradities werden daar allemaal in ere gehouden. Ja, de jacht is gewoon niet veel meer. Het is heel rijk aan vogels, maar echt bejaagbaar wild zit er heel weinig. Hè, behalve misschien een paar konijnen en het reewild is heel goed. Ja. Welke events of activiteiten buiten het circus kunnen we dit jaar of volgend jaar nog meer gaan verwachten? Ja, we hebben dit jaar bijvoorbeeld reggae gehad en nog een dansfestival en... We zijn nog met een paar festival-evenementen bezig. En er is gelukkig een behoorlijk aanbod om op Velder een festival te houden. Dus ze vinden het een mooi terrein ervoor, vind ik trouwens zelf ook. Maar de keuze is natuurlijk aan ons. De keuze is aan ons om de mooiste zaken uit de pap te halen. Ja. En wat ook het beste past voor het landgoed. En natuurlijk, je moet landgoederen of evenementen hebben die ook iets opbrengen. Dat is wel belangrijk. Want als ik het goed begrijp, met alle evenementen en activiteiten kunnen jullie het landgoed in stand houden. Ja. Dat is toch wel mooi. Maar we hebben 40 evenementen dagen in 4 jaar. En daar moeten we dus mee doen. Is dat vastgesteld of zo? Of hebben jullie daar bewust zelf voor gekozen? Nee, dat is in goed overleg met de provincie, gemeente Bokstel, Brabantse Milieufederatie, Natuurwerkgroep. En een club Helder over Velder, Vrienden van Velder. En de familie van Boekel is dat convenant tot stand gekomen. Ja. En daar gaan jullie niet overheen? Zeker niet als dat niet nodig is natuurlijk. Maar je weet het nooit, hè? Nee, alles wordt duurder, hè? Ja, maar het is nogmaals van belang om de krenten uit de pap te halen, om het mooiste te blijven behouden. Ja. Hoe bepalen jullie dat, die krenten uit die pap? Ja, dat is vaak minstens een jaar overleg met de nieuwe partij. En je moet ook een beetje vingerspitsengevoel voor hebben om nogmaals de beste eruit te vissen. En ze kunnen het eens proberen en als we zien, het is niet iets wat echt hier past, dan probeer het met een andere partij. Ja,
Doen jullie dat zelf? Dat je mensen gaat benaderen om te kijken of dat het past? Of worden jullie benaderd? Meest worden we benaderd, ja. En ook wel enkele dingen inderdaad zelf door contacten. Maar het meeste benaderen. We hebben ook een hele goede website over het landgoed Velder. En dat trekt ook wel evenementen. En ja, er zijn natuurlijk niet zoveel terreinen waar je evenementen mag houden in Nederland. Er zijn heel veel voorwaarden aan. Ja. En Velder kan er dan voldoen. Ja. Is het ook wel eens ontzettend tegengevallen? Wat zeg? Is het ook wel eens ontzettend tegengevallen? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ja, ja. We hebben evenementen gehad die, waar ze veel meer bezoekers verwacht hadden. En dat er nauwelijks 20% is geweest wat ze verwacht hadden. En het weer speelt natuurlijk ook een rol hè, dit jaar met het reggae-festival, een dansfestival. Ja, dat is ontzettend in augustus is het een hele slechte maand geweest. Dat scheelt duizenden bezoekers. Hè. Ja. De kosten zijn hetzelfde voor zo'n partij natuurlijk. En worden er meer dan niks aan een aantal mensen, dan begint het wat op te brengen. Ja, ja. Hebben jullie het zelf nooit vervelend gevonden om het landgoed op zo'n moment te delen? Nee. Er zijn gelukkig niet zoveel evenementen. We vinden het hartstikke leuk dat ze komen. We doen mee met het feest, maar we zijn ook wel heel blij wanneer ze weg zijn. Ja. Heb je het weer terug voor jezelf? Ja, en dan hebben we de rust weer. Ik moet vergeten, 40 dagen in 4 jaar is natuurlijk heel weinig. En wij wonen daar en ook de mensen die huren op Velder, die wonen daar voor de rust. Hè. Het is natuurlijk een prachtige plek om te wonen. Ja. Wat vind je het mooiste aan Velder? Ja, dat moeten we eens komen kijken. Ik heb de bossen vind ik het mooiste. Het is een heel oud bos. Het is al bos vanaf 1300 zoveel dat men zeker weet waarschijnlijk. Het is nog ouder. En dat geeft zijn charme. Hè? Hoe ouder je bos is, hoe mooier je bos. En de kunst is om het zo te beheren om dat oude te kunnen blijven behouden. En dan moet je ook eens een keer werken in het bos. Ja, dat zou mijn volgende vraag zijn. Want stel dat je inderdaad op het landgoed bent. Hoe ziet jouw dag er dan uit? Ja, men denkt altijd dat ik de hele dag over het landgoed rondloop. Hè, voor mijn versiering. Dus is ja. Ontneem ons dan die illusie. Ik heb naast het landgoed een eigen bedrijf, een houthandel. En dat is altijd heel goed. Van hout uit van het landgoed? Of? Nee, daar komt nog geen promiel van. Okay. Wat ik omzet komt van het landgoed. Maar ja, mijn vrouw zegt altijd, je hebt 2 banen. En de ene is dus mijn houthandel waar ik de kost mee win. En een andere is het landgoed, wat we altijd voor nop hebben gedaan. Dus geïnvesteerd zonder dat we er iets uit hebben gehaald. Want er zijn veel panden met de jaren opgeknapt. Met de bedoeling om die zo goed mogelijk te verhuren. Ja. En ja, gelukkig heb ik ook een zoon die ook Larestein Bos en Natuurbeheer heeft gedaan. Nou, die zie ik als een goede opvolger voor het beheer van het bos. En we hebben de taken allemaal verdeeld. Weer een broer zorgt voor de huizen. En weer een andere broer voor het onderhoud van de gronden rondom evenemententerreinen. En ik zorg voor de bossen en probeer met een andere broer samen de evenementen binnen te halen. Ja. Is het ook de wens van de familie? Want ja, je zegt, hoe lang is het nu al in familiebezit? Ja, sinds 18. Kijk, het is toch wel een hele tijd. Om het in de toekomst ook zo te houden. Ja, dat zei ik, dat is de kunst, hè, om vooral iets na te laten wat zichzelf op zijn minst kan bedruipen. Als je iets nalaat wat niets opbrengt, dan is het gedoemd om naar de donder te gaan. Ja, dat zou natuurlijk dood en doodzonde zijn. Niet alleen voor jullie zelf, maar ook voor de hele omgeving. Ja, ja, het is gelukkig krijgen de particuliere landgoedeigenaren steeds meer waardering. Hè. Het is natuurlijk toch een periode geweest dat men dacht het is beter wanneer het bij natuurbeschermingsorganisaties is. Maar ja, zoals ik zei, we krijgen steeds meer waardering om dus het landgoed in particuliere handen te houden. Kijk, het geeft ook zo'n charme. Hè. De ene particulier doet het weer anders als een ander. Ook natuurbeschermers, die doen het ook weer anders. Dus hoe meer diversiteit je kunt creëren in een bepaald gebied, hoe mooier dat het is. Ja, ja zeker. En hoe meer medewerking je ook gaat krijgen natuurlijk. Ja, ja. Ik ga toch even naar de beide dames naast jou. Dat is natuurlijk een heel makkelijk stapje. Want Circo Circulo, waar jullie voor hier zitten, beide natuurlijk als vrijwilliger heel erg betrokken bij het project. Dat slaat zijn tenten weer op van in oktober, 16, 26 oktober, als ik het heel snel uit mijn hoofd zeg. Jullie zijn volgens mij al eerder als vrijwilliger werkzaam geweest hè, bij het circus, ook al op het landgoed. Ja, klopt.
Hoe was jullie ervaring daar? Niet zo eensgezind, hè? Ja, maar ja, nou ja, het is geweldig hoe we daar de tenten in een cirkel staan en de achtergrond gewoon puur natuur is en de sfeer die daar komt en vooral ook 's avonds met de verlichting en ja, het is geweldig. Het is heel feeriek, denk ik, hè? Ja, ja, prachtig. Ja. Ja, ik vind het ook geweldig dat men het publiek op deze manier met het circus en dus de natuur, die combinatie, in aanraking kunnen komen. Hè. Ik vind het heel belangrijk dat mensen van buiten, dus die bijna nooit buiten komen of in het bos komen, deze manier via zo'n circus daar komen. Dat is natuurlijk fantastisch. Want het circus speelt het natuurlijk ook heel mooi op de omgeving in. Hè? Het is echt een mooie combinatie, vind ik, van natuur en cultuur. Het is echt ook gewoon de verwondering als je daar aankomt gelopen. Mystieke ook, inderdaad. En ook gewoon de dingen als de kleuren van de herfst en de mist, zeg maar, die daar gewoon rondhangt. En dan kom je aan met die verlichting. En ja, dan staan daar die tenten. Dan kom je natuurlijk de foyer-tent binnen. En daarachter heb je gewoon dat terrein met al die verschillende tenten. Ja, dat is gewoon, ik vind dat echt magisch, ja. Ja, en dat hoort bij een circus, hè? Ja, zeker wel. Hey, maar jullie als vrijwilliger bij het circus, waarom bij het circus? Je kan op zoveel plekken vrijwilliger worden, maar waarom hebben jullie gekozen voor het circus? Nou, dan mag jij. Is dat een laaggevlogen jeugddroom? Of? Nou, bij mij eerlijk gezegd, ik heb vanuit mijn werk het onderwijsprogramma voor Circulo ontwikkeld, of met Circulo ontwikkeld. En toen ben ik inmiddels 3 jaar geleden gevraagd om de vrijwilligers te ontvangen. Dus zeg maar, de vrijwilligers melden zich bij mij. En nou ja, geen idee. Ik was wel meteen bevangen, zeg maar, door Circulo. Ik had meteen zoiets van, wauw. Het is een heel ander circus dan dat wij gewoon kennen. Ja, van, ja, en voor mij is het wel het verlengde van mijn eigen werk. Dus ik had wel zoiets van, ik zit in de culturele sector, zeg maar. En ik heb ook wel een behoorlijk coördinerende functie. Dus voor mij was de link snel gelegd, zeg maar. Toen ben ik gevraagd om de vrijwilligers dus te ontvangen. En vandaar dat ik dat dus nu voor het derde jaar doe. Dus bijvoorbeeld Abi, die krijgt straks taken toebedeeld. En die komt zich bij mij in de backstage melden. Ja. Maar wat, Christel, wat voor mensen melden zich dan als vrijwilliger bij een circus? Van alles. Echt. Er zijn natuurlijk ook van allerlei functies, zeg maar, die de vrijwilligers uitoefenen. Van mensen die dus een chauffeursrol hebben. Die bijvoorbeeld, we hebben een golfkar rijden tussen de... Het parkeerterrein en het landgoed zelf. Nou, dat is bijvoorbeeld een functie. Maar er zijn ook mensen die het publiek de tent in begeleiden. Mensen die bij de infobalie staan of de kassa doen. Dus je hebt hele diverse mensen. Er zijn mensen die, we hebben zeg maar een soort harde kern die er ieder jaar weer is. En daarnaast heb je ook heel veel mensen die bijvoorbeeld op allerlei andere vlakken al vrijwilligerswerk doen en hiervan gehoord hebben. Dus die hebben ook zoiets van, dat wil ik ook wel eens proberen. Maar je doet de totale periode hetzelfde werk? Nee, dat hoeft ook niet. Nee, je kunt je dus echt opgeven voor verschillende taken. En er zijn mensen die zowel op de golfkar zitten als bij de tenten de tickets staan te scannen, als de infobalie draaien. Dat is echt heel, heel divers. Maar dat kan Abi misschien. Ik wou net zeggen, ik zie als ik naar Abi kijk en het woord golfkar hoor, zie ik die smile. Ga jij op die golfkar rijden? Als je dat oplopen en je geeft je eigenlijk voor één onderdeel op, dan zeggen ze, we missen nog ergens een plekje openstaan. Ja, ja, ja. Kun je niet ook even die golfkar rijden en kun je niet even die taxi... Ja. Ja, dat is wel heel leuk. Ja. Dus je bent dan multifunctioneel inzetbaar voor alles. En wat vind je het allerleukste? Het allerleukste? Zelf naar voorstelling gaan. Dat zou mijn antwoord ook zijn, want dat lijkt me ook super. Ja, voor als ze ik vind het ook leuk dat je dat zegt. Wij mochten de trailer voor dit jaar mochten we namelijk gebruiken. En ik denk, stel voor dat we even naar die trailer gaan kijken.
als enthousiaste verhalen u nog niet triggeren dan dit filmpje zeker. En als je dat zo ziet, die diversiteit, dat is toch geweldig? Je zei het net al, Frans, het is gewoon ongelooflijk. Het is eigenlijk van alles in één. Het is theater, het is acrobatiek. Muziek, natuur komt er weer bij kijken. Ja, dans. Buitenvoorstellingen. Ja. Ongelooflijk. Ja. Hoeveel tenten staan er? Want niet alles is in dezelfde tent, hè, begrijp ik. Nee, je hebt zeg maar een foyer-tent waar je binnenkomt. En daarnaast hebben we meestal, er staat achterin een hele grote tent, de Brabant-tent. En dan heb je een aantal tenten daaromheen. Ik durf niet precies te zeggen hoeveel tenten, maar meestal een stuk of 5 nog op het terrein. Oké. Okay. Ja, of een eigen bus of waar ook een voorstelling in kan zijn. Ja, wat, op die manier. Gezelschap zelf meeneemt. Ja. Ja. Hey, en hoeveel mensen worden er in zo'n totaliteit verwacht? Want het zie ik me dan ook af te vragen. Wat kan het land goed aan op zo'n dag? Hoeveel mensen komen er op zo'n circus af? Nee, ik weet het niet. Volgens mij is het best druk. Ja. Valt natuurlijk ook midden in de herfstvakantie. Ja, ja, het land goed kan heel veel mensen aan. Het circus begrijp ik zo'n 25.000 tot 30.000. Maar dat is in 10 dagen. Maar als je weet dat de werktuigendagen die voor het laatst zijn gehouden op Velder in 1993. Toen kwamen er in 2 dagen 80.000 mensen. Dus het landgoed kan nog wat hebben. Ja, ja. Ja. Maar dit is natuurlijk een heel andere evenement. Tuurlijk, heel andere. Ja, het is natuurlijk ook een relatief nieuw festival, zeg maar. Ja. Internationaal Circus Theater. Dus het is ook wel iets wat ieder jaar weer, of iedere 2 jaar, hopelijk weer meer bezoekers trekt. Mm-hmm. En de bekendheid, die groeit natuurlijk. Ja, ja. Je zegt net zelf al, Abi, zelf een voorstelling bezoeken. Welke voorstelling zou je het liefst willen zien dit jaar? Ja, daar kan ik ook geen keuze nog in maken. Nee? Er zijn er wel heel veel die ik wil zien, ja. Ik heb ook nog niet het hele programma uit mijn hoofd geleerd. Dus ik moet me vooral ook nog even inlezen, ja. Maar er zijn altijd velen die terugkomen ook. Ja, ik wou net zeggen, hebben jullie voor onze kijkers nog wat tips, wat insight, waarvan je zegt van, die is zo speciaal? Nou, ik vind altijd gewoon komen en je laten verrassen is... Zeker ook en sowieso in die foyer tent is de sfeer heerlijk en dan hoef je nog geen kaartje of toegangsbewijs te hebben. Nee. En er is ook een hele grote diversiteit natuurlijk aan voorstellingen. Je hebt bijvoorbeeld de Circuswoud voorstelling die dus in het bos plaatsvindt, waar je net ook een stukje zag op het filmpje. Maar je hebt ook kleinere voorstellingen, je hebt jeugdcircusvoorstellingen, je hebt inderdaad grotere, de grotere voorstellingen. Het is gewoon heel divers. Ja. En dat maakt dit circus natuurlijk ook zo uniek. Ja. En wat ik, dat vind ik ook nog wel belangrijk, bijvoorbeeld voor de vrijwilligers. Want jij zegt ook van, hè, zelf voorstellingen bezoeken, dat wil je natuurlijk ook heel graag als vrijwilliger. Voordeel is ook van, als je vrijwilliger bent, dat je ook gebruik mag maken van de 5-minuten-regeling. En dat is een regeling dat je 5 minuten voor aanvang, als de voorstelling niet is uitverkocht, mag je als vrijwilliger dus naar binnen. Nou ja, dus mocht jij ook denken van... Ja, dat is wel een pre, hè, want ik bedoel, het is hard werk voor vrijwilligers, maar het is ook wel belangrijk om beloond te worden. Ja, maar het is leuk als dat er tegenover staat natuurlijk. Ja. Wat ik me nog af zat te vragen, omdat het eigenlijk zo'n open setting is, is het voor de bezoekers makkelijk om de circusartiesten te ontmoeten? Dat weet ik niet. Er is wel veel uitwisseling bijvoorbeeld met vrijwilligers en artiesten, omdat die in de backstage elkaar ontmoeten. In de ruimte waar van die tuintafels staan en zo, daar komen ook wel... Ja. Artiesten of ze doen ook wel eens een preview van tevoren, ja, hè? Klopt ook, ja. In 's middags. Dan zijn er wel mogelijkheden. Ja. Maar daarna, helemaal aan het eind van de avond ook nog wel. Dan komen ze na de voorstelling nog precies. In het foyer ook. Ja, ja. Maar dat zijn vaak lapeltjes. Ja, oké. Maar dat is wel een mogelijkheid. Ja, ja, ja. Zeker kinderen die vinden dat natuurlijk prachtig. Ja. Ja. Voor de hoeveelste keer doen jullie dit vrijwilligerswerk nu al? Ik doe het voor mijn 2e jaar pas. Ja. Ik voor mijn 3e jaar. Zou het volgend jaar weer gaan doen? Ja, over 2 jaar dan. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Alhoewel, soms denk ik ook wel eens van, ik zou het ook wel leuk vinden om dus... kijk, ik zit natuurlijk altijd binnen in de foyer-tent, alle vrijwilligers te ontvangen. We zijn al meestal zo'n 120, dus dat zijn hele lange dagen. En als je, net zoals Abi, losse taken hebt, dan kun je dus... dan vlieg je overal een beetje in, krijg je ook meer van het totaal mee. Ik zit vooral achter de schermen, zeg maar. Dus soms denk ik wel eens van, nou, misschien moet je ook misschien over 2 jaar. Precies. Maar voorlopig, ik vind dit gewoon echt superleuk om te doen. Een hele fijne sfeer, ook gewoon met de staf en met alle mensen die gewoon het festival mogelijk maken. Dus het levert echt, je krijgt gewoon super veel energie van. En wie opent het festival? ik denk de festivaldirecteur samen met. Okay. Ja,
volgens mij voor de genodigden is op donderdagavond sowieso een avond. Maar het precieze daarvan, wij worden echt pas 16 oktober ingevlogen. Snap ik, maar mocht je wel iets weten, is het natuurlijk superleuk als we daar iets van mee kunnen krijgen. Ja. Ik zou het zo niet weten. Nee, maar dat weet ik ook niet. Nee. Ik heb nog steeds het oude beeld van een circus voor mijn neus. En dan is het natuurlijk hooggeëerd publiek. Ja. Dat gebeurt bij jullie niet op die manier. Nou, op een andere manier. Maar er is vast wel weer een moment van, hierbij is het festival geopend. Maar hoe precies? Nee, hoeft ook verder niet te zeggen. Maar ik zou zeggen, je moet gewoon echt komen. Dat is gewoon echt heel belangrijk. Ja, toch? Nou, bij deze beloofd. Ja, ik ga komen. Ja. Ik schuif van jullie uit even een stukje door naar Joyce en naar Maarten. Want jullie zijn eigenlijk ook onderdeel. Dat is het mooie van deze tafel vanavond. Het landgoed waar het gehouden wordt. De dames die vrijwillig eigenlijk het circus mooi lekker bij elkaar houden. Het circus wat er is. En dan Fanfare Concordia. Die op 20 oktober Cirque du Concordia gaat geven. Klopt. Eén promconcert. Ja. Geen twee concerten in de serenade. Nee. Maar één in de grootste circus tent die op dat moment niet door het circus gebruikt wordt. Ja, klopt. Hoe magisch moeten jullie je voelen? Ja, geweldig om een keer zo op een andere plek te kunnen organiseren. Dus we hebben al een aantal jaren, ik denk dat dit al de zesde keer is of zo, dat wij een pompconcert organiseren. De allereerste keer was ook in een kleine tent midden in het dorp. En sindsdien doen we het in de Serenade, ons eigen gebouw in Liemden. Ja goed, en dit jaar hebben we 140 jaar bestaan van de Fanfare. En dat valt samen met Circus Circulo. Dus de stoute schoenen aangetrokken en contact gezocht. En, uiteindelijk is het gelukt om in de grote tent van Circus Circulo op maandag 20 oktober te kunnen optreden. En hoe reageerde de Fanfare daarop? Ja, goed, denk ik wel. Het is natuurlijk wel even een schakeling. Want normaal zitten we met een promconcert in de Serenade. 3 dagen, avonden en een middagvoorstelling vaak nog. En dan ga je nu in één keer van je vertrouwde plek. Daar hebben we promconcert. Iedereen weet van als prom is, dan is het daar. Nu gaan we naar Velder toe. Dus het is wel een omschakeling. Maar daar zijn we natuurlijk ook al lang mee bezig. En daar hebben we ze ook wel al heel lang op voorbereid. Maar ja, ik denk dat de enthousiasme begint. Als het over magie gaat, begint het wel langzaamaan wel te komen. Tenminste, dat vind ik zelf wel. Ja. Wat ik me zat af te vragen. Hè? Want je gaat dan in een circus tent spelen. Mensen die muziek maken zijn natuurlijk best gevoelig voor akoestiek. Mm-mm. Hoe gaat dat, denk je, klinken in zo'n tent? Ja, wennen. Dat is zeker wennen. Gaan ze vooraf een keer oefenen? We gaan op zondagavond. Om 6 uur is de laatste voorstelling op zondag in de Brabant tent. En wij gaan daar rond 8:30, 9:00 kunnen we daar terecht. En dan gaan we gewoon even oefenen. Ook voor de leden om te horen van hoe klinkt het nou in zo'n tent. Het zal best een geruststelling voor ze zijn. Ja, absoluut. Het zal eerst verrassen zijn van, klinkt het zo? En dan is het wel makkelijk dat we het voor de voorstelling een keer uitgeprobeerd hebben. Ja. Ja. Wat gaat er allemaal gespeeld worden? Gaan jullie het repertoire aanpassen aan de entourage waar je op dat moment staat? Of spelen ze gewoon wat ze normaal ook in de serenade zouden spelen? Nee, we hebben wel muziek specifiek voor een promconcert uitgezocht. Dus het is echt allemaal muziek die we daar nieuw voor hebben uitgekozen. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen maar circusmuziek is. Het heeft ook wel het moderne gehalte, zal ik zo zeggen. En dat ook weer in combinatie met zang en met dans en allerlei andere acts. Dus daar hebben we wel een diversiteit in Dus wel een avondvullend programma. Ja. Ik zag bij jullie op de flyer ook staan dat Jamai Lohman op gaat treden. Ja. Hoe past die in het totaalplaatje? Ja, als zanger. Vanzelfsprekend. We zoeken eigenlijk met een promconcert zoeken we altijd een afwisseling van soorten muziek. We hebben een aantal nummers met professionele circusartiesten die meekomen doen. We hebben met dans 2 zangeressen bij ons uit het dorp die meekomen doen. En dat is eigenlijk wat we al die jaren ook geprobeerd hebben. Lokale mensen erbij. En nu voor deze keer bedacht van laten we eens kijken of we een landelijk bekende artiest erbij kunnen halen. Nou, toen kwam de naam Jamai, die kwam in ons op. Contact gezocht en die past eigenlijk wel gewoon in het hele verhaal. Even een musicalster die ook leuk kan zingen. Ja.
Jullie werken bij de fanfare met verschillende leeftijdscategorieën. Hoe ga je dat in Promconcert samenvoegen? Sowieso doet het orkest natuurlijk zelf de avond, samen met de slagwerkgroep. Daar zitten veel jeugdleden bij, die doen ook hun optreden. Bij ons zitten natuurlijk ook veel jeugdleden naast onze categorieën en ouderen. Maar ook de leerlingen, zeg maar, die betrekken we er ook in. Die zitten in het voorprogramma, die ontvangen mee de mensen. Dus eigenlijk hebben we er heel veel bij betrokken en mogen ze ook allemaal meedoen. Ja. Wij mochten eigenlijk in het voortraject al wat opnames maken bij de repetities. Ja. Die willen we toch alvast heel graag laten zien. Het gaat niet altijd helemaal goed, maar daar zijn repetities voor. Ja, dus wat dat betreft, laten we daar eens even naar gaan kijken. Ik ben benieuwd. Wat u hoorde, dat was de Baby Elephant Walk. Zeg ik het zo goed, Maarten Joyce? Ja, klopt. Ja, één van de stukken die gespeeld worden, een circusnummer. Er worden meerdere circusnummers gespeeld. Wie maakt de keuze daarin? Is dat een overleg gegaan of heeft de dirigent daarvoor gekozen? Of? Nee, dat doen wij in goed overleg met de promcommissie. Die wordt dan weer samengesteld. Het is elke keer is dat wel een andere groep mensen die zeggen van wij willen meehelpen. En dat samen met inderdaad de dirigent en de programmacommissie, die gewoonlijk ook de muziekkeuzes bepaalt door het jaar heen. Ja. Ja. Joyce, jij zei net al, van dit was de opstelling die ze in de circus tent ook gaan aannemen. Ja. Moet ik me dan voorstellen dat ze echt midden in de circus tent zitten? En dat publiek daar dan omheen zit? Of ga je dan een deel wat achter ze zit geen publiek neerzetten? Of? Nee, we zitten zoals we daarnet zagen in beeld inderdaad frontaal richting publiek. En daar staat de tribune, zeg maar. Dus het publiek kijkt vanaf de tribune gewoon recht op ons. We zitten eigenlijk frontaal tegenover elkaar. Okay. Dat is natuurlijk wel leuk. Stel, hè, hoeveel kaartjes heb je nu al verkocht? Nou, daar hadden we het straks over. We zitten rond rond 400, 450. Ongeveer. Hoeveel kunnen erin? Maximaal 1000. Oké. Ja. In de tent, hè? Ja. Hey, stel dat de tent vol zit. Is er een mogelijkheid voor een tweede concert? Nee, die is er niet. Nee. Dus het is wel uniek. Dus mensen moeten gewoon komen kijken. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En het is in de herfstvakantie, dus het is geen excuus voor als het een wat latertje wordt voor kinderen. Nee. We hebben er bewust voor gekozen om het op maandagavond in de herfstvakantie te doen. We beginnen om 7:30, duurt ongeveer tot 10:00. En dus ook uitermate geschikt voor kinderen om te komen kijken. Ja. Ja. Hebben jullie zelf nog een favoriet nummer wat gespeeld wordt? Jee. Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Hebben wij een favoriet nummer dat we gespeeld hebben? Nee, ik heb niet zozeer een favoriet nummer. Ik vind, nee, dat kan ik nou niet zeggen. Ik vind eigenlijk het hele programma doorlopend met alle afwisseling in solo's die we hebben. Want er zijn ook mensen vanuit het eigen orkest die solo's spelen binnen de nummers. Maar ook de acts die erbij komen. Dus
nee, ik vind het eigenlijk wel één geheel dat ik denk van ja, daar hebben we ja, goed gedaan, toch? Hetzelfde. Ja, exact. Ja, ja. Ja. Het is toch ook iets om trots op te zijn? Als je 100, ah, sowieso als je 140 jaar bestaat, ja. Dan ook nog ja. Eens op zo'n mooie locatie, op zo'n ja, uniek, in zo'n uniek circus je kunstje mag vertonen. Dat is toch geweldig? Ja, absoluut. Ja, super. Zeker. Ja. En hoe ga je dit volgend jaar overtreffen? Of ga je dan weer terug naar de oude Promconcerten? Nou, zit over het algemeen inderdaad ook wel net een circus cirkeloos om de 2 jaar. Dat hebben we met die Promconcerten ook. Dat doen we 1 keer in de 2,5, 3 jaar, omdat het ook wel een jaar voorbereiding vergt. En dat kunnen we de leden niet allemaal aandoen, om dat continu jaar op jaar te gaan doen. Maar ja, wie weet waar we volgende keer weer zitten. Dat is dan maar weer kijken. En missen jullie nog mensen in de fanfare die bepaalde... Nee, ik moet het anders formuleren. Zijn er bepaalde instrumenten die graag in de fanfare bespeeld moeten worden waar nog geen mensen voor zijn? Eigenlijk vraag je gewoon of daar wel leden... Nou, ja, nee, eigenlijk niet. Kan maar die zijn altijd welkom, hè? Ja, laten we daarvoor opstellen. Ja, dat snap ik. Nee, maar ik kan me voorstellen dat er misschien een trombone is. Of, weet je, die er niet is, maar die wel gewenst zou zijn. Of iets wat je mist als je bijvoorbeeld circusnummers gaat spelen, waarbij je dan zoiets hebt, hè, verdorie, dan hadden we eigenlijk dat moeten hebben en dat hebben we niet. Ja, dat is wel zo nu voor die... van die nummers die we met Jamai doen, dat zijn echt meer popnummers van Robbie Williams en Michael Bublé. Daar hebben we een combo voor. Dus er komt een gitarist bij, een pianist en een basgitarist. En die zijn geen lid van de... Van nee, die vliegen we in. Die komen speciaal daarvoor extra meedoen. Ja. Dat is natuurlijk ook wel weer heel erg bijzonder. Ja. 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 Hoe lang duurt de totale optreden? Ja, het begint om 7:30 en nou ja, met pauze, ik denk dat we rond 10:00 klaar zijn. Ja. Zoiets. Korte pauze tussendoor. Ja. Gaan jullie zelf ook kijken? Naar Circus, andere programma. Nou, in ieder geval die maandagavond doen we zelf mee. Wij zitten in de club die daar net saxofoon. En jij, Maarten? Trompet. Oké. Ja. Maar als ik dit verhaal zo hoor, dan denk ik dat ik wel... op een andere dag ook eens gewoon gaan kijken. Zeker. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar het triggert je. Het is intrigerend. Ja, zeker als je zo de opbouw hoort van het landgoed naar het circus. En dan iets speciaals wat er dit jaar in het circus gehouden wordt. Ja, heel leuk. Ah, het is ook echt heel leuk, Circus Circulo. We zijn er 2 jaar geleden ook diverse keren geweest. Mijn oudste dochter is rond die tijd altijd jarig. Dus we hebben ook kinderfeest daar gevierd. Oh, dat is gewoon echt een superleuke omgeving. Ja. Ja, ik vind die harmonie ook, Concordia, sorry, vind ik geweldig passen daar ook. En ik heb verschillende voorstellingen gezien van hun. Het is een ongelooflijk enthousiaste club. Er zit een drijf in, dat is geweldig, moet ik zeggen. Maar daarom vind ik het ook zo leuk om jullie zo hier op een rijtje even oneerbiedig gezegd. Maar het past wel heel mooi in elkaar. Er zijn allemaal linkjes van de een naar de ander. Ja. En dan denk ik van, joh, als gemeente Bokstel... is het toch wel weer iets om heel erg trots op te zijn wat we hier dan weer hebben. Ja. 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 Ik wens jullie heel veel succes met het behoud van het landgoed. Het hele vrijwilligersgebeuren binnen Circo Circulo. En jullie met Cirque du Concordia. Ja. Heel erg dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Ja, graag gedaan. Ja, dan zijn wij helaas aan het einde gekomen van deze uitzending van Dommeland Live. Wij zijn er op 14 oktober weer. En 14 oktober wordt een hele speciale uitzending. Helemaal in het teken van Operation Market Garden. We hebben daar mensen aan tafel zitten die dingen hebben meegemaakt, dingen hebben opgeschreven, dingen hebben doorverteld. Dus ik zou zeker kijken. Voor vanavond dank u wel voor het kijken en graag tot de volgende keer.